In 2009 tekent Igor Djuric een contract bij SC Heerenveen. De Serviër debuteert in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ. Heerenveen verliest dat duel met 5-1. Yeah, it's a bad remember because we lose. It was my first game for Heerenveen, official, and I was coming, you know, without preparation here. You know, it was a little bit difficult. Yeah, the different way of football where I was play before and here, and it was okay. I was trying to give him the best, but it was not enough, and I was. Little bit bad, you know. Ja, ik heb ook heel veel respect om hem, want zijn eerste jaar hier bij Heerenveen, nou, daar was ik dan niet bij, maar ja, dat is een heel triest verhaal eigenlijk. Hij werd nergens bij betrokken, speelde nooit en ja, zijn vrouw en zijn kindje was in december geboren, die waren ook niet hier. For every player is difficult for first one or two months, three, maybe some more, but for acclimatization, for voor klima outside, voor food, voor culture, people, yeah, everything is different, you know. Yeah, and the level? Yeah, level is higher, you know. That's why I come here, because it's much more higher and I want to play higher as possible. And, yeah. Door de moeizame start van Djuric raakt hij volledig uit beeld bij het eerste elftal. Zijn wedstrijden speelt de verdediger in het belofte team. En dat is niet waar Djuric op hoopte toen hij een contract tekende bij Heerenveen. Yeah, I didn't play so much, but I didn't give up. You know, I stay focused. I stay easy. Don't so much angry. You know, in the start I was so angry, but you know when it was going on, I was stay cool and train and wait for chance. It's, yeah, you yeah. always train hard and yeah, show yeah, the trainer. Yeah. Okay, I'm here. I'm still yeah. here. Maybe yeah, maybe it was you know in different eyes in summer. Was like you don't do well, you don't do enough. But in myself, I was, you know, when I heard that story, I was keeping myself, you know, clear, and I was going on, you know, and I was patient. Dat vind ik ook wel positief. Als mensen blijven knokken en kwaliteiten hebben, ja, dan krijg je vanzelf ook een keer een kans om het te laten zien. En die kans komt tegen NEC. Djuric mag, net als Milan Kopic, in de basis beginnen. En dat verrast hem toch wel een beetje. Yeah, really, I can say it's a little bit surprised, but yeah, trainer gave me a chance to show myself after two games we lose, and yeah, for me personally it was important to play good defensively, to keep zero, and yeah, to try to win, of course. Igor is toch wel iets ouder dan een midden twintiger. En dat is, bij ons is dat al wat ervaring. En is ook wel iemand die durft te sturen. En aan de bal is die behoorlijk rustig. Maar hij kan ook af en toe wel gewoon hard ingrijpen. Dus gewoon een robuuste persoonlijkheid in het centrum van de verdediging. Na zijn goede wedstrijd tegen NEC mag Djuric ook een week later tegen NAC Breda vanaf de aftrap beginnen. En toeval of niet, ook deze keer houdt Heerenveen de nul. Yeah, of course, it's a great feeling because we win. You know, this is a most great feeling. But also personally for me, it's good with Milan, with Kelvin and Daryl and I say Kevin also. He do a great job yesterday also with everybody. I must say we was looking like team. You know, that's why we keep zero. Like NSC, we was team. And I hope so for the next games also be the same, you know.